Hoe zat het met Tsjechië tijdens de Tweede Wereldoorlog? Na de conferentie van München kreeg Hitler een deel van Tsjechoslowakije toebedeeld. En in maart 1939 lijfde hij het overgebleven stuk van Tsjechië in. Tsjechië zou bezet blijven tot de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Er was verzet en collaboratie. Hoe dat allemaal verliep, ga jij leren in deze video over Tsjechië tijdens Wereldoorlog 2. Wat vandaag Tsjechië is, werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog de staat Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije was onderdeel van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk dat tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog uit elkaar viel. En op 28 oktober 1918 verklaarde Tsjechoslowakije zich onafhankelijk. Maar er woonden niet alleen Tsjechen en Slowaken in deze staat. Er woonden ook een hoop etnische Duitsers als mede Hongaren. En dat zorgde later voor problemen. Want toen Adolf Hitler aan de macht was in Duitsland, eiste hij het Sudetenland op. Dat was een gebied binnen Tsjechoslowakije waar veel Duitsers woonden. En hij vond dat dat gebied onderdeel moest worden van het Duitse Rijk. Groot-Brittannië en Frankrijk hanteerden de zogeheten appeasement politiek, waarbij ze Hitler tevreden wilden houden, toe wilden geven aan zijn eisen in de hoop dat Hitler dan zou stoppen. En ze kwamen bij elkaar in de Duitse stad München. Hierbij waren de Franse en Britse premiers aanwezig, alsmede de Italiaanse dictator Benito Mussolini. Afgevaardigden van Tsjechoslowakije waren niet uitgenodigd. Nou goed, er werd afgesproken dat Hitler het Sudetenland mocht hebben, maar dan moest hij wel de rest van Tsjechoslowakije met rust laten. Dat deed hij echter niet, want in maart 1939 annexeerde Hitler het overgebleven stuk van Tsjechië en Slowakije werd een vazalstaat van nazi Duitsland. Tsjechië werd door de Duitsers het protectoraat van Bohemen en Moravië genoemd. Bohemië en Moravië zijn de geografische regio's van Tsjechië. Nou, dit gebied was van groot belang voor de Duitse oorlogsindustrie omdat zich er veel fabrieken bevonden. Ook was het zo dat veel Tsjechen als arbeider in de Duitse fabrieken gingen werken en later ook moesten werken. En het was zo dat de geallieerden Tsjechië maar beperkt bombardeerden. De Tsjechische Joden kregen al snel te maken met antisemitische maatregelen. In november 1941 werd er een Joodse ghetto opgesteld in Terezin, ook al bekend stond onder de Duitse naam Theresienstadt. Vanuit daar zouden vele Joden worden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Van de 118.300 Tsjechische Joden stierven er 75.000. Ook vele Roma en Sinti kwamen terecht in de vernietigingskampen. 4.500 werden gedeporteerd, waarvan er 538 het overleefden. En een sleutelfiguur in de deportaties was Reinhard Heydrich. Hij werd een van de belangrijkste figuren van de nazi-autoriteiten hier in Tsjechië. Vanaf zijn moment dat hij werd aangesteld op 27 september 1941 voerde hij vele executies uit van Tsjechische verzetslieden. Uiteindelijk pleegden Tsjechoslowaakse verzetstrijders een aanslag op Heydrich. Zij werden namelijk per parachute in het gebied gedropt door de Britten en na maanden voorbereiding op 27 mei 1941 pleegden Jan Kubisch en Jozef Gabčík een aanslag op Reinhard Heydrich, waarbij hij ernstig gewond raakte en een paar dagen later kwam te overlijden. De nazi's voerden een vreselijke wraakcampagne uit. Zo werden er 1500 Tsjechen gedood en 3000 gearresteerd. Twee dorpen werden met de grond gelijk gemaakt en de inwoners werden dan wel vermoord of op transport gezet. Er was vanaf het begin af aan Tsjechisch verzet tegen de nazi-autoriteiten. Er was het centrale verzet dat in contact stond met de Tsjechoslowaakse regering in ballingschap. Die werd geleid door Edvard Beneš. Hij was president van Tsjechoslowakije voordat de nazi's de boel overnamen. En dan waren er ook nog communistische verzetstrijders. Tsjechoslowaakse soldaten vochten in Frankrijk, in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en ook namen Tsjechoslowaakse piloten deel aan de slag om Engeland. Oké, laten we eens gaan kijken naar Tsjechische collaboratie met de Duitsers. Nou, dit is een vrij grijs gebied. Natuurlijk waren er de Sudeten-Duitsers die voor Nazi-Duitsland waren, maar laten we eens gaan kijken naar de Tsjechen. Nou, een belangrijk figuur was de Tsjechoslowaakse president Emil Hácha. En deze meneer had Beneš opgevolgd en was daarmee de zittende president tijdens de Duitse bezetting van Tsjechië. Nou, deze man begon meer en meer samen te werken met de Duitsers. Dit had onder andere te maken met zijn gezondheid die er meer en meer op achteruit ging. En hij zweerde trouw aan Hitler, maar dat deed hij alleen omdat de Duitsers dreigden
2000 Tsjechische studenten dood te schieten als hij dit niet zou doen. De Duitsers presenteerden zichzelf vanaf het begin als bezetters en ze geloofden dat de Tsjechische bevolking gegermaniseerd kon worden. Er waren overigens geen recruteringscampagnes om Tsjechen te laten vechten aan bijvoorbeeld het Oostfront. Wel was er een Tsjechische officier die bereid was om een legioen op te richten. Alleen de Duitsers weigerden dit totdat de Duitsers de oorlog begonnen te verliezen. Toen gaven ze toe en toen wist deze man slechts 13 vrijwilligers te ronselen. Dan was er ook nog het regeringsleger, die moesten de boel een beetje in de gaten houden. Die moesten ook arbeid verrichten in het noorden van Italië. Maar ook veel van hen kozen de kant van het Tsjechische verzet tijdens de Praagse opstand. Goed, dit brengt ons op de bevrijding van Tsjechië. Terwijl de Sovjets Praag naderden, bereidden de Duitse troepen de verdediging van Praag voor. De Duitsers wilden de geallieerden zo lang mogelijk op afstand houden en ook wilden zij zoveel mogelijk troepen van het oosten naar het westen transporteren, wat ze gevangen werden genomen door de westelijke geallieerden en niet door de Sovjets, met als gevolg dat ze in de Gulag zouden eindigen. Het Tsjechisch verzet organiseerde een opstand in Praag. Die opstand begon op 5 mei. 5 mei. Nederland was toen bevrijd, Hitler was al een week dood en Berlijn was al een aantal dagen in handen van de Sovjets. Met behulp van de radio wisten de Tsjechen het verzet in Praag te coördineren en ze wisten de Duitsers in de defensief te dwingen. Maar spoedig kwamen er SS-versterkingen aan. Zij moorden zich een weg naar de hoofdstad en vele Tsjechen kwamen hierbij om het leven. Wel kregen de Tsjechen hulp vanuit onverwachte hoek. Namelijk vanuit het Russische bevrijdingsleger. Dat waren de Russen die hadden gecollaboreerd met de nazi's, geleid door Andrei Vlasov. Die kozen nu de kant van het Tsjechische verzet en namen het dus op tegen de Duitsers. Op 8 mei werd de onvoorwaardelijke Duitse overgave getekend in Reims, maar ging het gevecht in Praag gewoon door. In de vroege morgen van 9 mei ging dan uiteindelijk toch de onvoorwaardelijke Duitse capitulatie van kracht. En die dag trokken ook de troepen van het Rode Leger Praag binnen. Daarmee was een einde gekomen aan de Tweede Wereldoorlog in Tsjechië. Uiteindelijk zouden de Duitsers verdreven worden uit het gebied. En na de Tweede Wereldoorlog werd een democratisch Tsjechoslowakije herboren, al grepen de communisten in 1948 de macht. Wil je meer leren over Slowakije tijdens de Tweede Wereldoorlog? Klik dan hier. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.